We bevinden ons inmiddels na de slag bij Cannae in 216 voor Christus. De Romeinen hebben tegen Hannibal een spectaculaire nederlaag geleden, maar ook Hannibal heeft verliezen. Hannibal stuurt daarom zijn jongere broer Mago naar Carthago om versterkingen te vragen. We lezen nu van boek 23 de paragrafen 12 en 13, waarin we lezen over de discussie die plaatsvindt in de Carthagese Senaat tussen iemand die Himilco heet en een meneer Hanno. Himilco is voor het verzoek van Mago om versterkingen en Hanno wil nu veel liever een voordelige vrede sluiten met de Romeinen. Wat nu volgt is een bespreking van het eerste gedeelte daarvan. Mago, de jongere broer van Hannibal, die heeft dus net om versterking gevraagd. Secundum betekent hier onmiddellijk na. Na deze haec dicta, gezegde dingen, woorden heb ik vertaald, na deze woorden van Mago. En dan is de hoofdzin Himilco inquit, zei Himilco. Himilco is dus degene die gaat betogen dat die versterkingen waar Mago om vraagt, dat die inderdaad gestuurd moeten worden. Hier staat een ablativus absolutus, laetis omnibus, met allen blij zijnde, zou je kunnen aanvullen. Terwijl iedereen blij was na deze woorden van Mago, zei Himilco, en die Himilco wordt hier ook voorgesteld, een man, factionis, van de factie, van de partij, van de Barkas-partij. Misschien herinner je dat de vader van Hannibal, dat die Hamilcar Barkas heette, en die Barkiden, die Barkas-familie, dat is de familie van Hannibal. En die Milco is dus daar lid van, die is dus familie van Hannibal. En die man die zegt, Ratus komt van Reor, en dat is een deponens wat menen betekent, dat Ratus is daar het PPP van. En bij deponentia mag je een PPP vertalen alsof het een PPA is, dus menende. Van dat menende hangt een ACI af, locum esse, dat er een plaats was, dat er een kans was. En dan hier een gerundivum constructie om Hanno uit te schelden. Dus die Himilco die ziet zijn kans om Hanno uit te schelden. En die inquit die zegt, quid est, letterlijk, wat is er? En nu, Hanno. Etiam nunc, ook nu nog altijd. Painitet te moet je aanvullen. Heb je nog altijd spijt? Spijt het jou nog altijd? En dat painitet heeft de genitivus, letterlijk van de ondernemen. Van de ondernomen oorlog heb je nog altijd spijt van het ondernemen van een oorlog adversus Romanos tegen de Romeinen. En dan wordt hij wat cynisch, ironisch, jube, tweemaal een imperativus, jube veta, beveel, en dit is een accusativus cum infinitivo, beveel dat Hannibal uitgeleverd wordt, dedi, is een infinitivus van het passief van dedere, uitleveren. Dedi betekent dus uitgeleverd te worden. Beveel nu maar dat Hannibal uitgeleverd wordt. Kennelijk had Hanno dat in eerste instantie aanbevolen. Laten we Hannibal maar uitleveren om een oorlog tegen de Romeinen te voorkomen. Veta, verbied, en van dat verbied hangt weer een ACI af, die staat daar, gratis agi, agi weer diezelfde infinitivus van het passief, verbied nu maar dat dank wordt betuigd, deis aan de goden, aan de deis immortalibus, aan de onsterfelijke goden, en dan heb ik overgeslagen in rebus, in zaken, in omstandigheden, zo voorspoedig. In zo voorspoedige omstandigheden. Audiamus, laten we luisteren naar, zegt hij tegen de aanwezigen. Laten we luisteren naar een Romanum senatorem, een Romeinse senator. Daarmee bedoelt hij Hanno. Die Romeinse senator wordt genoemd, omdat hij, zegt Himilco, op de hand van de Romeinen is. Dus laten we luisteren, zegt hij ironisch, naar een Romeinse senator. In Curia, in het senaatsgebouw, een Curia natuurlijk een Romeinse term voor het senaatsgebouw van de Carthagers.